Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Als een klant zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, post, kijk gauw op de mat. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Op de oude dorpsschool vertelde meester vandaag over vulkanen. Moet je je voorstellen, zei meester, als al dat steen onder de grond gaat bruisen en bubbelen als een kokende pan met soep. Maar dan krijg je toch zeker hete voeten? Wel nee, zei Dick van Driel, niet als je je laarzen aantrekt. Het was lang voordat laarzen werden uitgevonden, zei meester. De vulkanen maakten onze mooie groene heuvels lang voordat hier mensen waren. Laat staan laarzen. Uit grote gaten in de grond lekte gloeiende lava als smeltende chocolade. Chocola, zei Tom. Ik ben gek op chocola. Nee, het leek op smeltende chocolade. Het lekte naar alle kanten. En het is erg lang geleden. Het was zelfs nog voordat de dinosaurussen kwamen. Maken jullie morgen er maar een mooie tekening van. Tijd om naar huis te gaan. Pieter wachtte bij het hek op zijn zoon. Ah, daar ben je. Hoi, pap. Julian wilde gauw naar huis. Hij had reuzenhonger. Pieter werd uitgezwaaid. Dag, Pieter. Dag. Dag. De volgende ochtend leek het stiller dan anders in het dorp. Pieter ging de post halen. Oh ja, dat zal ik zeker doen. En het is vlak bij de boerderij van Ab van Driel. Lieve tijd. Ja, ja, ik zal het hem zeggen. Tot ziens. Is er iets aan de hand, mevrouw de kok? Oh jee, dat was agent van Cel. Het schijnt dat er een groot diep gat zit midden in de weg, bij de boerderij van Ab van Driel. Hij zegt dat het zo groot is dat er een koe in kan verdwijnen. Oh, ik weet wat dat betekent. Wegversperringen, omleidingen, overal borden, pijlen, paaltjes. Hoe denkt hij dat ik vandaag mijn brieven en pakjes moet bezorgen? Wacht eens, een gat in de grond. Julian had het gisteren over vulkanen en aardbevingen. Ach, Pieter, het is alleen maar een gat in de weg. Nou ja, het zal wel lukken. Tot ziens. Dag, Pieter. Zouden dinosaurussen ook brieven krijgen? En hoe zagen dinosauruskatten eruit? Die aten vast enorme vissen, hè, Smoes? Ab van Driel kwam eraan op zijn trekker
en Pieter stopte voor een praatje. Weet jij hoe dat komt, dat gat in de weg? Welk gat? Niks gezien. Ik heb vanaf de vroege ochtend geploegd. Er zit een flink gat vlak bij jouw boerderij. Agent van Cel heeft de weg afgesloten. Alle mensen, zei Ab. Hoe moet ik nou naar huis? Ik ga maar een spoorshoop te nemen. Dag, Pieter. Dag. Pieter bleef goed opletten. Je wist maar nooit of er nog nieuwe gaten bij waren gekomen. Oh, daar heb je het al. Omleiding. Nu moeten we anders rijden dan we gewend zijn. Ik ken ons agentje met zijn omleidingen. Voor mij betekent het altijd dat ik een heel eind om moet rijden. Hé, hey, wacht. Wat is dat? Oh nee, alweer één. Nu moeten we langs de andere weg terug. Wat? Nog een omleiding? Oh, het houdt niet op. Wel ja, nog eentje. Oh, dit is vreselijk. Ik word duizelig. Dan weer links, dan weer rechts en dan weer links. Ik moet eigenlijk rechtdoor. Misschien als ik eerst naar links ga, maar dat kan niet. Nou, hier dan maar naar rechts. Nu weet ik waar we zijn, Smoes. We zijn terug waar we zijn begonnen. Toen kwam Appa eraan gepufft. Rij maar niet achter mij aan, zei Pieter. Ik ben verdwaald. Als je die borden volgt, dan rijd je in een grote cirkel rond. Niet zo best, zei Ab. Wat komt dat nou ongelegen? Ik moet naar huis. Het eten is klaar. We zetten die rommel gewoon aan de kant. Geen probleem. Pieter reed achter hem aan. Wordt hier al die drukte om gemaakt? Zei Ab. Nou, volgens mij valt het wel mee. Ik heb ze wel groter gezien, zei Pieter. Een prutsgaatje. Ja, goedemiddag. Wat is er hier aan de hand? Opgepast hoor. Ik ruik probleem. Daar heb je agent van Cel. Pardon, heren. De weg is afgesloten. U heeft de borden toch wel gezien? Ik moet uw naam en adres noteren. Hier, houdt u even vast. Doe niet zo flauw, Arthur, zei Pieter. We hebben nog bij elkaar in de klas gezeten. Doet er niet toe. Regels zijn regels. Eens kijken. Hoe schrijf je bekeuring? Hebben jullie toevallig een scherpe potlood? Zo, een lekker vers kopje thee. Oh, dank je wel, Dora, zei Pieter. Daar had ik net zin in. Hebben wij toevallig een puntslijper voor Arthur? Vroeg Ab van Driel. Wacht eens even, Pieter. Als jij dit even vasthoudt. En dan, weet je wat? Geef dat potlood aan haar als jij die kopjes dan neemt. Maar ik heb geen puntslijper, zei Dora. Bekeuring, is dat nou met streepjes ertussen of is het één woord? Maar je zei toch... Ik bracht alleen maar thee. Waar is mijn notitieboekje? Kom, we gaan naar huis. We draaien in cirkeltjes rond, net een omleiding.
daar zeg je wat. Je brengt me op een idee. Ja, als we het verkeer nu eens omleiden over het erf van Ab, dan kunnen we misschien... Overal onkruid. Gaten in de grond. Toen Pieter bij mevrouw Bartels kwam, deed ze erg vreemd. Ze wroette met haar stok in de grond. Gevaarlijk hoor. Gaten in de tuin. Oh, goedemorgen Pieter. Goedemorgen mevrouw Bartels. Bent u misschien iets kwijt? Iets kwijt? Nee, ik ben alleen op mijn hoede. Gaten, weet u. Ze komen zomaar in de grond. Agent van Cel heeft mij ingelicht. Oh, maakt u zich daar maar niet druk om. Het is maar een klein gat in de weg. Tot ziens. Dag. Dag. Pieter ging naar baas Klus. Oh, Pieter. Hallo. Er was een pakje voor hem. Sorry, ik ben een beetje laat, zei Pieter. Dat verdraaide gat in de weg. Ik heb een heel eind om moeten rijden. Oh, laat dat maar aan mij over. Ik heb dat gat in een ommezien gevuld. Een zak cement, een beetje grind, een beetje teer. Ah, dat is genoeg. Overgebleven van een karwei in Groenbeek. Ik wist dat het nog van pas zou komen. Je bent geweldig, zei Pieter. Ajus, Pieter. Tot ziens. Pieter was weer op weg. Alle brieven waren bezorgd en dus moest hij terug naar het postkantoor. Maar hij stopte bij Ab van Driel om te zien hoe het ging. Er stonden nieuwe borden. De pijl wees recht naar een akker. Achter het erf van Ab van Driel. En daar stond de wagen van baas Klus. Het lijkt wel een kermis hier, zei Ab. Mijn arme kippetjes. Ze zijn doodsbang, arme dieren. Die leggen voorlopig geen eieren. Daar komt weer iemand. Oh, dat is Bram. Dat bedoel ik dus, Pieter. Het is vreselijk. Ah, het komt wel goed, zei Pieter. Zodra baas Klus dat gat heeft gedicht. Kom maar, rustig aan. Voorzichtig. De thee is klaar, riep Dora vanuit de keukendeur. En verse koekjes, net uit de oven. Dat komt mooi uit, zei baas Klus. Dan kan onderhand de teer drogen. Kom je thee drinken, Arthur? Maar pas op, hè. De teer is nat. Help, help. Oh, niet weggaan. Kom terug, help. Er was iets wat onze agent van Cel tegenhield. Help, kom terug, help. Riep daar iemand om hulp, zei Pieter. Zoekt hij nog steeds naar zijn notitieboekje, zei Ab. Hij is er toch hopelijk niet in gaan staan, hè? Wat doe je met mijn mooie nieuwe teer? Dat is snel drogend spul. Een nieuw soort, weet je. Je moet je laarzen uittrekken en ze hier achterlaten, zei Pieter. Vooruit, agentje. Uit met die laarzen, schaam je niet. Eén, twee, hoppakee. Oeps, zet hem maar in de kruiwagen, zei Ab van Driel. Rustig een beetje, mijn laarzen. Hoe moet ik nu lopen? Ja, nou ja, dit kan niet hoor. We hebben een nieuw verkeersbord nodig. Zo, gevaar politielaarzen. Voor iedereen duidelijk zichtbaar. Ik hoop dat de thee nog warm is.